Fit aan het Werk is een combinatie van leefstijlcoaching, sport en reïntegratiecoaching. Waarbij mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt die niet direct bemiddelbaar zijn naar werk, intensief begeleid worden met als uiteindelijk doel dat ze uitstromen naar de arbeidsmarkt. Het is een uniek project juist omdat mensen die langdurig werkloos zijn vaak passief worden, een laag zelfbeeld hebben, weinig sociale contacten en door weer te sporten in een groep in combinatie met leefstijlverandering en een stukje reïntegratiecoaching, dus zowel groepsgewijs als individueel, mensen weer op de juiste weg helpen. Ik loop hier snuffelstage, dat is gekomen door Fit aan het Werk, dat is een traject via de gemeente. En die heb ik dus met beide handen aangepakt. Hiervoor heb ik 5 jaar ook al een traject gedaan van de gemeente. Het was mooi, maar ik had wel wat meer. En daardoor ben ik gekomen bij Fit aan het Werk. En via Fit aan het Werk willen ze ook mensen ook, aan het werk hebben. Voor weer komen in de maatschappij, bijstandsmoeders of vaders. Ja. Dus, en zodoende ben ik dus hier terechtgekomen omdat ik heel graag in de supermarkt wou werken. En het bevalt mij heel goed. Ik heb eerst 2 dagen gedaan, 2 halve dagen. En sinds van de week heb ik er een derde halve dag bij. De resultaten zijn echt dat we eigenlijk in heel korte tijd van overleven naar leven zijn gegaan. We zijn gestart echt met overleven, heel negatief, maar in ieder geval alles in een negatief daglicht zien, zijn we naar positief gegaan. Zelf de controle weer krijgen over het leven. Dat is echt wat ons het meest op is gevallen. En dat in een hele korte tijd. Dus dat, ja, je bereikt gewoon gigantisch veel met het traject. Ja. De resultaten tot nu toe zijn 17 deelnemers hebben deelgenomen. Er zijn er 4 al uitgestroomd naar betaald werk. Of niet, sommigen zitten deels nog in het project, maar hebben ook al een deeltijdbaan. 1 iemand volgt de werkervaringsplek en er zijn meerdere mensen doorverwezen naar passende hulpverlening. Want gaandeweg bij het sporten komen soms ook dingen aan het licht die eerst verborgen bleven. Dingen waar mensen eerst aan moeten werken, problemen. En soms is dan hulpverlening heel belangrijk om mensen dan weer verder te helpen. Als dat niet wordt opgelost, kun je wel naar werk gaan, maar dan loopt het ergens anders weer vast. De situatie nu is, ben stabieler. Opgewekter, ik heb nog tijd tot 11 december. Daarna gaan we nog voor die tijd nog weer een gesprek doen en dan kijken we verder. Van, goh, kunnen we nog 3 maanden verlengen? Ik hoop het wel. Dus ik straal gewoon weer.